we hebben altijd een partij over voor de komende klanten nog. En zodoende hebben we nu nog bollen die Peter in het brood gebruikt. Die bollen die komt Nico leveren. En die gaan we dan schillen, dus ontvliezen. En dan ga ik ze in stukjes hakken. We gaan ze fruiten met een beetje boter, dat er een beetje smaak aan komt. En dan doe ik er wat anijs doorheen, wat amarenekersen, wat kaneel en wat appeltjes. En dan ga ik eerst de deeg draaien en op het laatst doe ik die vullingen erheen. Hier zie je een bol zitten, zie je? Daar zie je die bolletjes zitten. En dan de volgende dag ga ik het bakken. Het lijkt wel een bollensuur. Nee hoor. Nou, ik geef hier een 10 voor, aan de bakker. Ik vind het wel lekker. Nou, ik vind het heel apart. Want dat had je natuurlijk echt in de oorlog. En ik zei, nou Peet, wat een lef. Ik vind het gewoon heel veel lef hebben om dat ook aan de klant te brengen. Ja, soms komen de mensen binnen, die vinden dat erg leuk. Want het is nostalgie natuurlijk. De bollen werden in de oorlog ook gegeten. Ja. En die vinden dat prachtig. Maar de oorlog aten ze natuurlijk omdat er niks anders meer was. En de mensen honger hadden. Maar nu hebben we die smaak helemaal, Peter, beter gemaakt. Dat het ook echt lekker is. Dus dat is het grote verschil.